Waarom kunnen we aardbevingen niet voorspellen? Dit is de Universiteit van Nederland. Toen ik 23 was, net begonnen met mijn promotieonderzoek in Engeland, toen ging ik naar San Francisco voor een congres over de aarde. Dat is een beetje het allerbelangrijkste congres over aardwetenschappen. Dus een beetje alle seismologen in de wereld waren op dat congres in San Francisco. Nou, de eerste nacht lagen we allemaal lekker te slapen en werden we opgeschrikt. Midden in de nacht werden we allemaal wakker. Het hele hotel stond te schudden en we zaten midden in een aardbeving. Nou, gelukkig viel het allemaal wel mee. Maar stel je voor dat dit een grote klappen was geweest, dat het een veel zwaardere aardbeving was geweest. De grote klappen waar San Francisco al jaren op aan het wachten is. En stel je voor dat dat hele hotel ingestort was. En dan had er de dag daarna in de krant gestaan, alle seismologen in de wereld overleden in een aardbeving in San Francisco. Nou, dan was er dus ook niemand meer over geweest om die aardbeving te bestuderen. Laat staan om aardbevingen te voorspellen. Maar ja, kunnen we dat eigenlijk wel, aardbevingen voorspellen? Dat is het probleem. We kunnen aardbevingen niet voorspellen. Er gaan jaarlijks gemiddeld 60.000 mensen dood aan aardbevingen. Als je dat vergelijkt met hoeveel mensen er doodgaan in vliegtuigongelukken, dat is gemiddeld 1.000 mensen per jaar, zijn dat enorme rampen. Dus het zou zo mooi zijn als we aardbevingen kunnen voorspellen. Nou, waarom dat niet kan, en wat we misschien wel kunnen doen om toch de gevolgen van een aardbeving een beetje te beperken, daar ga ik het in dit college over hebben. Nou, als we willen weten hoe we aardbevingen kunnen voorspellen, dan moeten we waarschijnlijk eerst even weten wat een aardbeving is. Nou, een aardbeving is de aarde die breekt. Jullie hebben allemaal wel eens met een lineaal gespeeld, denk ik. Dat is leuk om met een lineaal te spelen. En meestal gaat dat wel goed. En op een gegeven moment breekt hij. Net op het moment dat je het niet verwacht. En je weet ook eigenlijk niet precies wanneer die breekt. Dus soms kan je gewoon lekker met die lineaal buigen en dan breekt hij helemaal niet. En dan in één keer breekt hij wel. Nou, het hangt ervan af of dat er al wat kleine barstjes in dat lineaal zitten. Of dat je het in één keer te snel doet of net iets te ver doorbuigt. Maar je weet niet precies wanneer die breekt. En op dezelfde manier weten we ook eigenlijk niet precies wanneer de aarde breekt. Dus het voorspellen van een aardbeving is dus eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Maar we weten dus dat een aardbeving de aarde breken is. Nou, hoe kunnen we een aardbeving nou meten? Nou, we konden eigenlijk al bijna 2000 jaar geleden aardbevingen meten. En de oude Chinezen hadden al een hele mooie manier ontwikkeld om aardbevingen te meten. En deze pot is een voorbeeld van de alleroudste seismometer. Nou, hoe werkt dat? Er zitten van die draakjes in deze pot. En al die draakjes hebben een kleine bal in hun mond. En als er een aardbeving aankomt, dan blijft die pot wel staan. Maar die balletjes die gaan bewegen, die vliegen die draken uit en worden opgevangen door die bekken van die kikkertjes. Dus we weten uit welke richting de aardbeving komt, want dat zijn de balletjes die eruit zijn gevallen. En we kunnen zelfs bepalen hoe groot de aardbeving is. Want als het een enorm grote aardbeving is, dan vliegen die balletjes natuurlijk voorbij die kikkers. Dus dit zijn de oudste seismometers. Nou, moderne seismometers werken op hetzelfde principe. En die gebruiken ook het feit dat je beweging gaat meten. Nou, heb ik hier een seismometer meegenomen. En ik dacht, we gaan eens even proberen of we hier in Club R een aardbeving kunnen laten ontstaan. Dus hier is mijn seismometer. Dit is een hele simpele versie van een seismometer, een geofoon. Die ga ik hier neerleggen. En wat ik hier op dit scherm kan doen, is als ik beweeg, als ik bijvoorbeeld met mijn benen heen en weer gaan, dan krijgen we dat we hier een aardbeving gaan zien. Dan wil ik de zaal in twee gaan delen. Dus we gaan hier zo ergens halverwege de zaal in twee delen. Dan wil ik eerst dat deze helft van de zaal, jullie gaan met z'n allen heel hard stampen. En dan gaan we kijken hoe groot de aardbeving we krijgen. Dus ik ga aftellen. 3, 2, 1, go! Kijk, we hebben een mooie aardbeving. Nou, de andere helft. Dan kijken we of jullie het harder kunnen. 3, 2, 1, go! Harder! Yay! Okay. Mooi. Ja, ik denk toch dat die helft heeft gewonnen.
Maar zo werkt dat dus. Ja, jullie lopen daar te stampen, dus dat is waar de aardbeving is. En hier kan ik dat registreren en ik zie die golven op mijn computerscherm. Dus we kunnen heel goed een aardbeving meten met een seismometer. Dus kunnen we niet gewoon aardbevingen voorspellen? Als we nou weten waar die aardbevingen zijn, dan gaan we daar gewoon seismometers neerzetten. Dus laten we eens even kijken waar aardbevingen gebeuren. Dus heb ik hier een mooie figuur en al die gele stipjes zijn plekken waar op aarde aardbevingen gebeuren. En het eerste wat je ziet is dat aardbevingen niet overal gebeuren. Aardbevingen gebeuren langs lijnen, lange banden over de aarde. Nou, deze banden zijn precies de plekken waar aardplaten, oceanische platen, naar elkaar toe bewegen en uit elkaar vandaan bewegen. Dus op al die grenzen waar platen langs elkaar komen of uit elkaar gaan of waar één plaat onder de andere plaat duikt, daar hebben we wrijving en dat is waar de aardbevingen gebeuren. En als je kijkt, zie je ook dat bij San Francisco aan de westkust van Noord-Amerika een heleboel van die gele stipjes staan. Dus ik was ook helemaal niet verbaasd toen ik in San Francisco 's nachts wakker werd dat daar een aardbeving was. In San Francisco komen heel vaak aardbevingen voor. Nou, in Nederland zitten we niet op zo'n grens, dus in Nederland hebben we eigenlijk geen aardbevingen. Alhoewel, we hebben wel aardbevingen, maar die zijn dus door mensen gecreëerd, zoals de aardbevingen in Groningen. Dus we weten waar de aardbevingen zijn. Nou, laten we eens even wat gedetailleerder gaan kijken wat er precies gebeurt wanneer zo'n breuk zich voordoet. En wat ik daarvoor heb, ik heb hier een bak met zand. En daarin ga ik nadoen wat er nou precies met zo'n aardbevingsbreuk gebeurt. Dus deze bak met zand ga ik tegenaan duwen. En een aardbeving krijg je omdat in eerste instantie de spanning opbouwt. Dus ik ga duwen en op een gegeven moment ga je zien dat ik zoveel spanning heb opgebouwd. Dus ik ga duwen. En op een gegeven moment wordt die spanning zoveel dat ik ineens een aardbeving heb gekregen. Dus wat er is gebeurd is, het verschuift en middenin, halverwege het zand, zie je dat ten eerste die diertjes niet meer tegenover elkaar staan. En het is dus verschoven. Dus we zien die breuk. Nou, hoe ziet dat er nou echt uit? Nou, dit is een foto van de San Andreasbreuk. Dat is de grote breuk die we hebben bij San Francisco. En dat kun je dus heel mooi zien in een luchtfoto waar die breuk is. Dus we weten eigenlijk precies waar we de aardbevingen kunnen verwachten. Dus je vraagt je af, waarom kunnen we daar niet gewoon heel erg goed gaan meten? En dit is gebeurd. In Californië is een experiment uitgevoerd bij Parkfield. En hebben ze bij zo'n breuk een heleboel seismometers neergezet. En alles geprobeerd om te meten en om te voorspellen of dat er een aardbeving was. Nou, de ene keer als er een aardbeving is, dan zie je inderdaad een spanning opbouwen. En als die heel erg hoog is, dan komt die aardbeving. Maar de volgende keer zag je dat helemaal niet. Weer een andere keer werden dieren heel erg onrustig zijn. Allerlei anekdotes dat dieren onrustig zijn vlak voor een aardbeving. Maar ja, dieren kunnen ook ergens anders van onrustig worden. Sommige mensen denken dat er wat meer radongas gemeten wordt vlak voor een aardbeving. Maar er is eigenlijk niet één specifiek iets dat altijd tot een aardbeving leidt. Dus het voorspellen van die breuk, dat lukt eigenlijk niet. En het probleem is ook, die breuk is ook misschien niet zo erg. Als jij midden in de woestijn zou staan en er gebeurt een aardbeving, een breuk naast jou, ja, dan word je een beetje heen en weer geschud. Misschien val je om en breek je een arm. Maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel erg veel. Want het grootste probleem is na een aardbeving, is wat er daarna gebeurt. En eigenlijk wat de grootste schade oplevert na een aardbeving, zijn de golven na de hand. Jullie hebben vast allemaal wel eens een steentje in een vijver gegooid. En wat je krijgt is dat steentje valt in die vijver. En van die vijver krijg je van die ronde, cirkelvormige golven die er vanaf reizen. En die golven zijn de golven die de grote schade opleveren. En die ook jouw hotel of je huis in laten storten. Nou, zijn dit de gevaarlijke golven die je na een aardbeving hebt. Maar voordat deze gevaarlijke golven binnenkomen, hebben we vaak een wat kleinere golf die niet zo gevaarlijk is. En daarna pas komen deze grote gevaarlijke golven. Dus toen ik in San Francisco 's nachts wakker werd en overeind zat in mijn bed, toen dacht ik bij mezelf, ik hoop dat dit die gevaarlijke oppervlaktegolven zijn. Want als ik nu dat kleine voorgolfje voel, dan ben ik er geweest, denk ik. Dus wat we kunnen gebruiken is, we kunnen gebruiken dat dat kleine voorgolfje ons iets kan vertellen over wat er nog gaat komen. En dit is wat er ook gebruikt wordt. Dus wat we kunnen doen,
is een heleboel seismometers in de buurt van al die breuken neerzetten. En zodra er een aardbeving is gebeurd, gaan de computers heel hard rekenen en die proberen van die allereerste golf te berekenen hoe lang het nog duurt en hoe groot die aardbeving gaat worden. En dit is een systeem dat inmiddels al werkt en actief is in Californië. Daar krijg je op je mobiel een berichtje, Shake Alert heet dit. En dat geeft precies aan voor die locatie waar jij bent. En het kan op je mobiel zijn of op je computer, een e-mail. Krijg je een bericht en dat zegt nog zoveel seconden totdat die aardbeving komt. En het zegt ook hoe groot die aardbeving kan zijn. En wat doe je dan? Nou, dan kan je nog net even wat doen. Wat iedereen getraind is in Californië om te doen, is als er een aardbeving aankomt, mensen die duiken op de grond onder een tafel en je houdt je tafelpoot vast. Dat is wat je doet. Want dan, als jouw huis of het gebouw waar je in bent instort, dan kan die tafel jou wat bescherming geven. En het andere, je krijgt misschien 10, 20 seconden waarschuwing. Dat is ongeveer de tijd tussen die voorgolf en die grote golf. Maar dat is genoeg om dus onder een tafel te springen. Het is ook genoeg om treinen bijvoorbeeld wat langzamer te laten rijden. En het is ook genoeg om ziekenhuizen net even wat waarschuwing te geven, zodat de noodelektriciteit bijvoorbeeld aangezet kan worden en er geen hele grote rampen gebeuren. Dus dit is iets wat we kunnen doen. We kunnen niet de aardbeving zelf voorspellen, maar we kunnen wel voorspellen hoe erg het wordt en mensen toch 10, 20 seconden waarschuwing geven. Maar het andere probleem is eigenlijk dat nog steeds het ook niet per se die golven zijn die de allergrootste schade geven. Het is vaak wat er na een aardbeving gebeurt. Bij de allergrootste aardbeving in San Francisco ooit, die was in 1906, was het grootste probleem dat er een enorme brand uitbrak en dat de hele stad afgebrand is door de brand. Dus dat is niet een aardbeving, het is de brand. Dus het is belangrijk dat steden ook voorbereid zijn. Met name steden in de buurt van plekken waar veel aardbevingen voorkomen. Dat daar gewoon goed gebouwd wordt, zodat ze mee kunnen, heen kunnen als er bijvoorbeeld zo'n brand is. Nou, het andere probleem wat aardbevingen kunnen veroorzaken, zijn tsunamis. Dat was heel erg duidelijk in 2004, tweede kerstdag, was er een grote aardbeving in Sumatra. En dan denk je, nou, een aardbeving onder zee, daar staat geen stad in de buurt. Mooi, dat valt wel mee. Maar dat is niet zo. Als je een aardbeving onder zee hebt, en als het een grote aardbeving is, dan kan dat een klein golfje op zee veroorzaken. Maar die golf die reist op het zeeoppervlak langzaam naar de kust toe. En hoe ondieper het water wordt, hoe hoger die golf wordt. En op het moment dat die golf de kust bereikt en het strand opkomt, kan die golf wel 10 meter hoog zijn. En die golf kan de hele kust overstromen. Nou, kunnen we zo'n golf zien aankomen? Nou, het mooie is dat je zo'n tsunami aan kan zien komen. We kunnen hem voorspellen, maar wat er gebeurt vlak voordat er een tsunami komt, omdat er zo'n hele grote golf aankomt, trekt eerst de zee helemaal weg. Dus als je op het strand staat en je ziet de zee wegtrekken, dan weet je dat er een tsunami aankomt. Maar jammer was dat toen in Sumatra de meeste mensen dat niet wisten. En omdat de zee zo snel wegtrekt, het is net alsof het heel erg snel eb wordt, lagen alle vissen op het strand ineens te spartelen. Werd zo snel eb dat de vissen niet de zee terug ingingen. En alle mensen, in plaats van dat ze realiseerden dat het een tsunami was, renden het strand op om al die vissen op te rapen. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Dus onderwijs is ook belangrijk. Het is belangrijk dat mensen weten dat je dus, als je zoiets ziet gebeuren, dat je juist weg moet rennen en niet nog dichterbij moet gaan kijken. En er is een mooi voorbeeld van een seismoloog die op vakantie was in Sri Lanka, waar diezelfde tsunami ook was gekomen. En die zat rustig te ontbijten en die zag met zijn vrouw, die zag de zee heel snel wegtrekken. En die zei koelbloedig, oh, daar komt een tsunami aan. En hij bleef lekker door ontbijten, maar zijn vrouw die realiseerde dat ze met een megafoon het strand om moest rennen, heeft iedereen gewaarschuwd en die hebben zo een heleboel mensen weten te redden van de dood. Dus dat zijn tsunamis. Dus wat we kunnen doen, we kunnen aardbevingen niet een paar dagen van tevoren voorspellen, maar gelukkig kunnen we wel 10, 20 seconden waarschuwing hebben. Want als die aardbeving helemaal begonnen is, dan kunnen we dus voorspellen hoe groot die gaat worden. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste nog dat we onze huizen stevig bouwen. Want het is nog steeds zo dat een aardbeving in een arm land tot veel grotere dodentallen leidt dan een aardbeving in een rijk land. Dit is een voorbeeld van Haiti. En in zulke soort arme landen waar de huizen niet stevig gebouwd zijn, kunnen hele steden en dorpen helemaal weggevaagd zijn door een aardbeving. Dus het allerbelangrijkste is eigenlijk nog dat we onze huizen stevig bouwen.
Nou, wat we gezien hebben in dit college is dat aardbevingen verdomd gevaarlijk kunnen zijn. Maar we hebben ook nog vulkaanuitbarstingen. En vulkaanuitbarstingen kunnen ook gevaarlijk zijn. En daar ga ik het in het volgende college over hebben.